Op een zonnige marktdag in vakantietijd oogt het Liesveld nog gezellig druk. Maar de vele rolluiken en tehuurposters vertellen een andere waarheid. Dixons, Dolcies, DA, V&D, Kennedy, Promis en Fotoklein. Allemaal verdwenen ze recent uit het Vlaardingse winkelcentrum. Actiesport dreigt nu ook dit lot. Ja, inderdaad. Een paar weken geleden inderdaad Dixons over de kop. En toen hiernaast Fotoklein. Dus wij dachten van, nou ja, rot voor hun. Maar wij niet. En ja, nu zijn wij inderdaad diegene die gaan waarschijnlijk. Ja, ja, dat is wel balen. De vele faillissementen zijn het gesprek van de dag bij het winkelend publiek. Ze zien de leegstand met leden ogen aan. Nou ja, alle winkels die dichtgaan. Ik vind het echt vreselijk. Zeel. Nee, dat zie je niet. Internet aankopen. Maar ook te veel aanbod, hoge huurprijzen en de parkeertarieven worden als oorzaak voor de leegstand genoemd. We proberen daar zoveel mogelijk aan te doen om aparte etalages daarvoor in te richten. Om het toch nog een beetje smaakvol te maken. Om alleen maar posters en dergelijke op te hangen, dat is natuurlijk niet goed. We kijken naar tijdelijke winkels. Dat is natuurlijk ook een mogelijke oplossing. Alhoewel dat niet de wens is om zo'n invulling te hebben. Maar het vrolijk dan wel het beeld op. Vlaardingen heeft deze week de werving gestart van een nieuw te benoemen middenstandsmanager. Hij moet met een plan voor de toekomst komen. In eerste instantie is dat voor een jaar. Je hebt met heel veel verschillende partijen te maken. En ervaring leert dat daar gewoon veel meer tijd voor nodig is dan een jaar. Maar daarin, ja, in dat jaar dat hij heeft, moet hij zichzelf natuurlijk echt wel gaan bewijzen. En ik hoop dat hij een formule of een plan daarvoor heeft. Moeten we ons zorgen maken over dit centrum? Ik denk het wel.